Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. En dit was het beeld, diezelfde 6e juni, voor de Normandische kust. Een armada van meer dan 4000 grote en kleine schepen, geëscorteerd door de Britse vloot, in de lucht beschermd door duizenden Britse en Amerikaanse jagers, kroop nader en nader op de Franse kust toe. Dan schuurde de bodem van de landingsvaartuigen tegen het zand. De deuren werden opengegooid. De eerste geallieerde soldaten waren aan land. De eerste bondgenoten vielen, opdat Europa weer vrij zou zijn.